In Hoek van Holland hebben kinderen geholpen met het onthullen van de nieuwe muurschildering op de oude korrelbetonwoningen. De muurschildering is gemaakt door deze man, Sam Game. Na zijn toelichting is de muurschildering onthuld. Ook is de pluktuin in gebruik genomen. Dat gebeurde door François Klaasens, de directeur van de woningbouwvereniging Hoek van Holland, en Peter Stok, lid van de gebiedscommissie. Rond de jaarwisseling gaat woningbouwvereniging Hoek van Holland beginnen met de bouw van nieuwe appartementen. Tot die tijd kunnen inwoners genieten van de pluktuin, die nog niet helemaal tot wasdom is gekomen. Beide initiatieven zijn tot stand gekomen met inzet van bewoners uit de omgeving.